Welkom bij deze video, ik ben Raymond, jouw thuissportspecialist. En in deze video geef ik je één onbekende oefening voor de billen die je zelf thuis kunt uitvoeren zonder dat je daarbij materiaal nodig hebt. De oefening die we gaan doen, dat is die reverse hyper. Bij deze oefening gaan we op een verhoogd platform liggen. In mijn geval was dit de keukentafel, maar de bank of iets vergelijkbaars is natuurlijk ook prima. Iets met een harde ondergrond heeft wel de voorkeur. Als je op je buik ligt zijn er twee dingen die je moet doen. Je haalt eerst een diepe teug adem en spant je buik aan. Vanaf daar hoef je alleen nog maar je hielen naar het plafond toe te brengen. En ik zou er helemaal niet zijn als ik niet nog wat lichtere en zwaardere varianten van deze oefening liet zien. Plus nog een extra tippie. Komt-ie! Ik laat je nog drie extra varianten zien. We beginnen bij de lichtste en we eindigen bij de zwaarste variant. De eerste versie voeren we hetzelfde uit als de originele oefening. Het enige verschil is dat we nu onze knieën buigen, waardoor de oefening een stuk lichter wordt. Nummer 2. We gaan weer liggen, spannen de buik aan en strekken nu de benen om en om. Variant nummer 3 voeren we hetzelfde uit als nummer 2, alleen nu met twee benen tegelijk. Zoals ik al vermeld in mijn andere video, twee onbekende oefeningen voor de billen. Ik zal de link ergens hierboven of hieronder of in de beschrijving plaatsen. Kunnen heel veel mensen hun billen niet aanspannen omdat ze die simpelweg niet meer gebruiken door het vele zitten van tegenwoordig. Maar gelukkig weet ik daar een handig trucje voor. Wat je kunt doen voordat de oefening start is je hielen tegen elkaar brengen en de tenen naar buiten draaien. Je zult merken dat je hierdoor veel beter je billen kunt aanspannen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je wat aan hebt gehad. Wil je nog meer van zulke soort video's zien? Neem eens een kijkje op mijn kanaal. De link staat onder in deze video. Heb je wat aan gehad? Druk dan op like. En wil je nog meer van zulke soort oefeningen zien? Of oefeningen voor bepaalde spiergroepen? Of heb je een andere vraag aan mij? Laat dan een reactie achter onder deze video. Ik spreek jullie de volgende keer.